De bank is een gebouw wat 40.000 vierkante meter multifunctionele tenant space maakt. Waarbij we in ieder geval 25.000 meter kantoorruimte bouwen. En wij verwachten zo'n 6.000, 7.000 meter multi-tenant commercieel. Waarbij we ook nog een parkeergarage bouwen van ongeveer 110 parkeerplaatsen. Wij doelen op de hoogwaardig kwalitatieve huurders. Daar bedoel ik mee de financiële instellingen, de banken, internationale partijen die op dit moment nog niet in Nederland gevestigd zijn. Wij zoeken naar de hogere en betere huurders. Als je kijkt naar de locatie, dan ben ik in Londen geweest en dan zie je toch dat veel van de banken, in ieder geval de internationale bankinstellingen, toch in de binnenstad zitten, in de gezellige omgeving van een terrasjes en beweging winkelen. En ik denk dat het hier meer te bieden is dan op dit moment aan de Zuidas geboden kan worden. De verwachting zoals die nu in de planning staat is dat we rond december 2009 zullen opleveren, in ieder geval het grootste deel van het gebouw. De investeringsvolume ligt op dit moment rond de 120 miljoen euro. Het is een risico, maar in ieder geval een overzichtelijk risico wat mij betreft. Omdat ik denk dat kwaliteit hierboven komt drijven. En dat in ieder geval de keuze van het bedrijf zal zijn om voor dit gebouw te gaan kiezen.